Carolien, vandaag de aflevering heet Help te veel afwezigen, uitroepteken. Mm-hmm. Een bekende. Ja, jij bent ook leidinggevende geweest, hè? Ja, in een contactcenter. Ja. Ondertussen al 12, 15 jaar geleden. En dat was daar inderdaad een van de grote problemen, het absenteïsme. Het absenteïsme, ja. Kent je nog percentages van toen? Oh, ik denk dat we toch vaak hoog zaten. Ik denk 11-12% was zeker was niet veel, ongewoon. Ja. 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 Ik heb er de SDWorks, de website van SDWorks, daar kun je een cataloog downloaden. Het heet cataloog, het heet zo. En in die cataloog zie je van 2022 de verzuimpercentages. Voor verschillende sectoren, verschillende provincies en zo. Mm-hmm. En in Limburg, wij komen zelf al, ik kom toch uit Limburg, 11% wow. In 2022. Over alle sectoren heen? Ja, over alle sectoren heen. Dus 11%. Dat is wel heel veel. Hè? Ja, dat is veel. Ja. En wordt daar ook uitgelegd welke redenen er liggen? Of waarom ongetwijfeld. Het is een brochure, een cataloog van een 50-tal pagina's. Er worden wel wat redenen aangegeven, maar ja, mm-hmm. Ik heb dat niet zo grondig gestudeerd. Maar het is bestudeerd. Wel eens interessant voor bedrijfsleider of mensen. Dus zeker eens naar de website van SDWorks gaan. Ja. En daar vind je toch wel interessante informatie. Ja, omdat je zelf dan ook een stuk kan gaan benchmarken, hè, van waar zitten wij ten opzichte van sector, geografische ligging en zo verder. Ja. Ja. Niet onbelangrijk. Dus we gaan het hebben over afwezigheden. Ja, en misschien moeten we beginnen met de nare gevolgen van afwezigheden. Mm-hmm. Hè? Ja, want die zijn er wel. Hè. Dat heeft impact op een organisatie, vooral als mensen, denk ik. Ja, langdurige afwezigheid sowieso. Mm-hmm. Maar dat kan je nog voor een stukje gaan opvangen. Daar kun je interims gaan inschakelen. Mensen gaan zich daar anders rond organiseren. Heel vervelend, kost ook geld. Mm-hmm. Ook aan de maatschappij. Maar daar zijn bepaalde oplossingen tussen aanhalingstekens mm-hmm. voor. Maar wat ik het moeilijkste vond, waren de kortdurende afwezigheden. Wij noemden dat de vrijdag en de maandag zieken. Ah, ja. Ik weet dat ik er nu een beetje een stempel op druk, maar dat was hoe wij het ook ervaren. We gaan gecanceld worden, gecanceld worden, ik vrees het. Maar dat was ook opvallend dat de vrijdag en de maandag het absenteïsme gewoon hoger lag dan op andere dagen van de week. Dat was gewoon zo. Ik heb ooit een training gehad over absenteïsme. En daar werd gezegd dat mensen die op woensdag ziek worden, mm-hmm. die blijven gemiddeld blijven bijna altijd 3 dagen thuis. Naar het weekend toe. Ja. Maken mensen, de brug. Mensen die op, mensen die op dinsdag ziek worden, die blijven gemiddeld vier dagen ziek. Het is altijd naar het weekend toe. Het is altijd naar het weekend toe, ja. Dat de brug gemaakt wordt. We zijn dat misschien iets te negatief nu in deze aflevering. Nee, hè, maar, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik ga niet weer het mopje maken dat ik leidinggevende ben geweest in de operationele omgeving, maar ik moet dat er in toch de farmaceutische sector. Ja, ik moet dat er toch weer even bij sleuren, want ik vond dat het vervelendste wat er was. Mm, ik ook. In het begin van de shift, 2:00 middags, ik heb in shiften gewerkt, 2:00 middags. Je staat daar je verwacht mensen. Op je bureau. Je hebt die planning net nog eens verhangen en mooi gehangen. Zodat opnieuw terug afgedrukt. Ja, net opnieuw afgedrukt, opgehangen. En dan zit je te wachten en dan blijkt een van die mensen er niet te zijn, ook niks laten weten. Mm-hmm. En dan moet je terug alles omgooien, moet je naar de collega's stappen en zeggen van kijk, je gaat vandaag toch op een andere werkpost staan en deze werkpost gaan we stilleggen. En misschien moeten we nog iets bij de technische dienst nog extra regelen omdat er een bepaalde werkpost... Ja. Het heeft dus veel impact. Dat heeft heel veel impact, ja. Zo, ja. Die kortstondige, vaak op de dag zelf, waar je dan ook nog niet van op de hoogte bent als leidinggevende. We zien dat ook bij onze klanten. Die eerste leidinggevende waar dat wij veel mee werken, dagelijks mee werken eigenlijk, dat is toch wel de grootste struggle en ook de grootste frustratie. Hè. Grote frustratie creëert ook veel stress en nervositeit. Hè? Ja, en niet alleen bij die leidinggevende, maar ook bij die collega's die dan plots van werkpost moeten veranderen. En die de gevolgen moeten dragen. Die de gevolgen moeten dragen. Die. Want iemand die op de dag zelf afwezig is en het is niet voorbereid, ja, dat heeft heel wat gevolgen. Dat is altijd plots, altijd onvoorbereid. Dus dat, ja, je wordt daar direct in de stress geslingerd. Hè. Klopt. En wat je dan merkt, allee, dat is toch een ervaring die ik had.
als leidinggevende begin je dan natuurlijk te letten wie zijn afwezig en hoe vaak zijn die afwezig. Want je begint daar proberen een rode draad in te zien, een bepaald stramine. Ja, je begint daar een buikgevoel te creëren. Ja, inderdaad, maar dat is heel vaak puur op buikgevoel. Hè. Ja. En ja, dat je dan... En misschien ook mensen gaat een beetje... Viseren? Ja, laat we eerlijk zijn, we zijn maar mensen. Hè. Ja. We gaan die viseren, we gaan daar een oordeel over hebben, we gaan daar... Mm-hmm. We gaan daar niet altijd heel netjes mee om, in die end. Hè. Nee. En daarom is het wel leuk dat er eigenlijk een methode bestaat om een stuk een objectivering te doen van die, ja, van die afwezigheden. Er bestaan verschillende methodes. Mm-hmm. Maar een methode die we vandaag willen uitlichten, dat is de Bradford-factor. Ja, een welbekende, denk ik, voor velen. Ja, ja, een vrij courant toegepaste methode. En die Bradford-factor, zoals gezegd, gaat dat ziekteverzuim of gaat die afwezigheden, dat absenteïsme, objectiveren? Ja, die gaat daar getal op plakken. Eigenlijk. Meten is weten. Meten is weten, ja. Hmm. En die Bradford-factor, dat is eigenlijk een berekening, een bewerking. En dat is een formule. En die formule bestaat uit twee elementen. Enerzijds uit het totaal aantal dagen afwezigheid van die persoon. En het andere getal, dat is het aantal afwezigheidsperioden. Ja. Dus misschien om een voorbeeld te geven. De formule is, de Bradford-factor is het totaal aantal afwezigheidsperioden in het kwadraat maal het totaal aantal dagen afwezige dagen. Ja. Ja, inderdaad. Dus iemand die eenmaal 10 dagen afwezig is, ik lees dat hier af, Caroline, normaal gebruikt de laptop niet, maar anders zou het voor mij iets te moeilijk zijn. Dus iemand die 1 keer afwezig is gedurende 10 dagen, dus dat is 1 kwadraat maal 10, die scoort 10 punten op de Bradford-factor. Dus die krijgt een score van 10. Die krijgt een score van 10. Maar is wel 10 dagen in 1 stuk afwezig. Ja, en die Bradford-factor wordt meestal voor een rollend jaar, noemt men dat dan, bekeken. Oké. Ja, dus rollend jaar januari, december, is dat wat je bedoelt? Of, Nee, dat hangt af van de datum. Van vandaag, als het nu vandaag 1 mei is bijvoorbeeld, dan, kijken we terug. Het voorbije jaar tot 1 mei kijken we terug. En op 1 juni kijken we terug van 1 juni 2022 tot... Dus het is een dynamische periode waar je naar kijkt. Dat wordt vaak gebruikt, ja. Oké, goed. Maar goed, dus 1 keer afwezig 10 dagen waren 10 punten. 2 keer afwezig... 2 keer 5 dagen, dat is 2 maal 2 maal 10, hè? Dus 10 dagen in totaal, dan zit je al aan 40 punten. Dan krijg je meteen een score van 40. Hè? Iemand die 5 keer afwezig is, voor 2 dagen, dus die is in totaal ook 10 keer afwezig, maar dat is dan 5 kwadraat maal 10, scoort 250 punten. Dus die persoon is evenveel dagen afwezig als die persoon die 1 keer 10 dagen afwezig is, die 10 punten scoort. Iemand die 5 keer 2 dagen afwezig is, scoort 250 punten. Ja. Wow. En daar zie je al meteen waar dat, die Bradford-factor heel hard in doortelt. Bradford-factor gaat van die frustratie waar je het daarnet over had heel erg vanuit. Iemand die heel frequent afwezig is, een aantal korte dagen, die heeft een hele grote impact op het bedrijf en op zijn collega's. Ja, en ik denk ook, laten we eerlijk zijn, dat we daar vaak ook misschien het gevoel hebben, zijn die wel echt ziek? Ik denk dat dat... Nu kijkt Maarten even heel veel, mogen we dat wel zeggen, maar laten we daar heel eerlijk in zijn. Ja. Ik heb zelf die ervaring gehad, jij ook, als je spreekt met medewerkers. Mensen die vaak zomaar 1 dag of max 2 dagen, maar vaak 1 dag... De vrijdagzieken, zoals je noemt. Ja, vrijdagziek. Wat gebeurt daar nu? Zijn die nu echt ziek? Of hebben ze geen zin vandaag? Zijn ze niet gemotiveerd? Wat speelt er nu dat zo regelmatig gebeurt? En ziekte is ook al lang niet meer... Alleen iets louter fysiek. Fysiek, hè? Nee. Hè, ziekte gaat niet alleen over griep of over kanker of over... Wat dan ook, wat dan ook. Buikgriep of buikgriep. Een teen gestoten. Ziek gaat vaak ook over uw mentale gezondheid. Hè? De druk is te groot, de stress die heeft, het stom dat moet afgelaten worden. Mensen die misschien ook hun motivatie wat kwijt zijn. Ja. Conflicten die ze moeilijk gemanaged krijgen, waardoor ze zich slecht voelen. Ja, dat hoort ook allemaal onder die noemer uit. En dan zie je dat absenteïsme niet meer louter iets zwart-wit is, maar dat daar heel veel grijs in zit. Mm-hmm. En iets waar dat heel veel grijs in zit, daar heb je lean leadership voor nodig. Daar heb je slimme processen voor nodig en goed sterk leiderschap. Klopt. Ja. En daar zit denk ik ook wel in de tijd echt een evolutie op. We gaan daar nu niet
heel diep op ingaan, maar je ziet ook wel dat er meer en meer anders gekeken wordt naar afwezigheden op het werk. Ik denk, vandaag is het zelfs zo dat je geen ziektebriefje meer moet hebben voor één dag afwezigheid. Klopt, denk ik. Ik heb het niet zo gevolgd, maar ja, 5 jaar geleden was dat nog heel anders. Dus er wordt echt wel meer en meer anders naar gekeken. Wat niet betekent dat je het niet moet monitoren. Wat gebeurt er nu? Want een hoog absenteïsme zegt wel iets over wat er gebeurt in je organisatie. Ja, dat is toch wel de kanarie in de koolmijn. In de koolmijn, ja. Dus daar is iets aan de hand. En daarom dat ook belangrijk is om naar een slim proces te gaan kijken. Mm-hmm. En hoe kan dat slim proces er dan uitzien? Hè? Hoe kun je daar als leidinggevende mee omgaan met met absenteïsme? Dat is door gebruik bijvoorbeeld te maken van die Bradford-factor. Mm-hmm. En in functie van die Bradford-factor een logisch plan op te stellen. Bijvoorbeeld, ik heb daar zelf ervaring mee, we hebben dat ooit gedaan. We zitten hier nu in het donker. Het licht is net uitgegaan. Maar we blijven doorgaan. Sorry, ja. Help me eens even. Het logisch plan. Het logische plan. Hè. Een logisch plan dat wij ooit hebben toegepast, ging als volgt. Iemand die afwezig was en die kwam terug, leidinggevende, hield daar een kort informeel gesprek mee. Wat op zich eigenlijk logisch is. Ja. Dat is normaal menselijk gedrag. Iemand is afwezig geweest als leidinggevende, gaat je even informeren. Hoe is het? Hoe is het? Ja. Hè? Fijn dat je terug bent. Ja. Alles oké, okay. Moeten we ergens rekening mee houden, weet ik veel. Mm-hmm. Een kort gesprekje. Een kort geïnteresseerd gesprekje, heel belangrijk. Hè. Iemand die frequenter afwezig is, dus die slechter gaat scoren op die Bradford-factor, bijvoorbeeld na 2-3 keren, dan volstaat een informeel gesprek misschien niet. Hè. Mm-hmm. Dan is het goed om eens formeler te gaan samenzitten en te gaan kijken. Echt een verzuimgesprek te hebben. Ja. Wat scheelt hier eigenlijk? Echt ook goed te begrijpen, wat is hier eigenlijk aan de hand? Ja, en ik denk, zeker als die afwezigheden elkaar ook relatief kort opvolgen. Ja. Nou, als dat ene keer in september is en ene keer in maart, oké. Mm-hmm. Ik denk dat je dan er niet te zwaar aan moet tillen. Ja. Maar als die elkaar relatief kort opvolgen, ja, dan is er misschien wel iets aan de hand. Hè? En dan moet je gaan uitzoeken, wat is hier eigenlijk aan de hand? Wat loopt er niet? En dat kan iets fysiek zijn, dat kan, natuurlijk kan dat. Je zit zelf geen dokter als leidinggevende, dus daar kun je niet op ingrijpen, daar kun je dan vaak niet in helpen, dat hoeft ook niet. Maar vaak is het ook niet louter fysiek, vaak is het ook iets anders, misschien stress of motivatie of conflicten in het team. Of factoren die buiten het werk of liggen. Familiale problemen die waar de werknemer niet graag over praat, maar die wel impact hebben op zijn aanwezigheid. En een aantal van die oorzaken, daar kun je als leidinggevende wel degelijk iets aan doen. Hè. Mm-hmm. Hè, iemand die buiten het werk een aantal problemen heeft, dat kun je ook weer niet als leidinggevende oplossen. Maar het is wel goed om het te weten en misschien om toch een luisterend oor te zijn. Dat is altijd bepaalde mooi. Aanpassingen te doen in het werkrooster, waardoor die persoon misschien iets gemakkelijker dingen kan regelen, in de mate dat dat allemaal kan. Ja. Maar dan kan er over gepraat worden, inderdaad. Dat klopt. En als het dan over het werk gaat, als het over de conflicten tussen collega's gaat, het uitvoeren van het werk en zo verder, ja, daar kun je zeker als leidinggevende ingrijpen. Ja. Dus dat verzuimgesprek, en we zijn nu aan het overschakelen van een slim proces naar sterk leiderschap. Binnen dat verzuimgesprek komt dat sterk leiderschap heel erg naar boven. Ja. Ja, en het onderscheid, echt het gesprek aangaan, kunnen luisteren, maar ook kaders durven stellen op dat moment. Hè. Ook afspraken maken waar je dan van beide partijen toch wel een engagement verwacht om, daar, om dat ook na te leven. Zo een van die afspraken, iemand die frequent afwezig was, daar maakte ik de afspraak mee. Ik gaf die persoon mijn gsm-nummer en ik vroeg hem, kijk, volgende keer als je afwezig bent, bel mij op voorhand op. Mm-hmm. Als je om 2 uur moet hier zijn en je weet om 9 uur 's morgens dat je ziek bent, of dat je niet gaat kunnen komen, bel mij op. Ja. Laat het mij op voorhand weten, zodat ik op de hoogte ben. Dat ik niet op het laatste moment mijn planning nog moet wijzigen. Ja. Maar op die manier bouw je wel weer een extra drempel in, waardoor het voor iemand toch moeilijker is om afwezig te zijn. Te zijn, inderdaad. Ja. Of op zijn minst op tijd te verwittigen. Ja, en je laat ook zien waarom dat die persoon van belang is ja. In je team. Klopt.
Ook naar de persoon toe is dat belangrijk. Naar het team toe is dat ook heel belangrijk, denk ik. Want er speelt ook een stukje sociale druk natuurlijk. Ja, iemand die vaak afwezig is, ja, die legt de druk in het team ook. Die legt de druk in het team. En dan kan weer een reden zijn waarom dat die persoon zich misschien minder goed voelt. Minder goed voelt, waarom het team die persoon misschien ook een beetje scheef gaat bekijken op den duur. Dus dat creëert... Dus belangrijk binnen dat slim proces is, en we hadden daar toen een A3 voor, een mooi uitgewerkte A3, waar dat zo'n soort stappenplan eigenlijk op stond. En dat stappenplan werd ook met iedereen gedeeld. Dus zowel de mensen die... die altijd aanwezig waren, als de mensen die zeer frequent afwezig waren, die gingen eigenlijk door hetzelfde traject. Dus voor iedereen gelden dezelfde regels. En dan was dat natuurlijk, leunde een beetje aan bij de vorige aflevering, zaak om die regels consequent te gaan toepassen. Ja. Heel belangrijk. En hierin zie je ook dat het belangrijk is om zo'n slim proces te gaan introduceren, company-wide. Het heeft geen zin om dat in één teampje te gaan doen. Nee, want dat dit zijn regels, dit zijn afspraken die je over heel het bedrijf moet maken. Belangrijk wel. Waar ik ook nog even aan het denken ben, bedrijven die daar nog niet mee begonnen zijn, wij komen die wel eens tegen, die zeggen, kijk, wij lopen daar wel wat tegenaan, hoe kunnen we daar iets mee? Ja, dat begint eigenlijk met een situatie as is aangaan, de situatie in kaart brengen van, je kan die Bradford-regel gaan... Ja, van het voorbije jaar. Ja, beginnen uitrekenen. Hoe zit dat voor het volledige team? Voor het volledige team. Dus breng je situatie in kaart voor 1-2 jaar, zodanig dat je ergens een referentieperiode gaat creëren. Ja, en dan moet je gaan kijken, waar zitten die scores nu? En wat betekent dat dan heel precies voor ons? En wie zijn eventueel mensen waar het meer voorkomt dan anderen? Ja. En gaandeweg, doordat je meer en meer informatie en data krijgt, kan je scherper gaan reageren en kan je veel beter in kaart brengen wat er gebeurt. Maar je moet gewoon ergens gaan starten met een SS. Ja, en belangrijk is dan, want er is één grote valkuil aan deze methode, dat is, uiteindelijk zijn het getalletjes. Heel belangrijk is om toch die personen achter die getalletjes te blijven zien. En ook, klopt. En daar dien je dan die verzuimgesprekken weer voor, om goed te begrijpen van wat is hier eigenlijk aan de hand. En daar ook op durven doorpakken. Want... En daarop durven doorpakken, ja. Dus daar ligt wel... Er zijn wel mogelijkheden rond heel dat thema in organisaties. Ja. Maar het vraagt opnieuw afspraken, kaders, data. Er kruipt tijd en energie in om daar op een goede manier mee bezig te zijn. Maar het creëert wel, als je het goed doet, een bedrijf waar mensen ook vaak graag werken, omdat ze weten waar ze aan toe zijn... wat ze van hun collega's kunnen verwachten en wat ze zelf ook mogen. Dus het is de moeite waard. Zeker. Ja. Oké. Wij zijn rond, denk ik. Wij zijn helemaal rond, Caroline. Top. Goed. Tot de volgende. Tot de volgende. Dag.